De Eagles beginnen goed aan hun wedstrijd tegen AGOVV. Dat al langer om niets meer speelt als de nummer 15 van de Jupiler League. Trainer Hans de Koning met de handen in de zak ziet af en toe wel dat de derby van de Steden Driehoek, zoals dit duel heet, spannend is en Hemme kansen krijgt. Maar het blijft heel lang 0-0. Ook in de tweede helft een gepassioneerd voetballend Go Ahead. En dat wordt dan eindelijk beloond. 4 minuten na de rust zelfs al Koen van der Biezen met de 1-0. En Luis Pedro die wil zich ook nog even laten zien. Hij vergeet bijna de bal. Hij zet dan 2 man opzij en doet dan dit. Oeh, 2-0. Luis Pedro, 59 minuten gespeeld. En dus toch nog een vrolijk einde aan deze avond. Zo lijkt het voor de Deventer supporters. Maar dan gaan de Blauwen weer voetballen. Prachtig is de paas van Riedel op Michiel Hemme. Die kan hem binnenlopen. En Go Ahead Eagles tegen AGOVV eindigt derhalve in 2-1.